Ieder fragment van audiobeschrijving wordt voorafgegaan door deze jingle en beëindigd door deze jingle. In een uitsnijding van de rechterbovenhoek van het scherm verschijnt op schouderhoogte Avril Aquila, een brunette van zo'n 40 jaar met halflang haar. Ze draagt een roze blouse zonder mouwen, afgezoomd met een witte sjaal. Om haar hals draagt ze een open zilveren snoer met op de twee uiteinden een slangenkop. Haar betoog ondersteunt ze straks met dia's die titels, samenvattende tekst, tekeningen en foto's bevatten. Waar nodig verschaffen we uiteraard nadere toelichting. Het webinar start met de projectie van de titel en ondertitel Designed for All, het sociale snijvlak van vernieuwing, ethiek, vreugde en marktwinnaars. Goedemiddag. Vandaag geef ik jullie een overzicht van voorbeelden van Design for All en hoe dit sociaal pionierswerk is in innovatie, dat op ethische wijze de markt voor zich wint en op een fijne manier innovatie creëert voor iedereen. Projectie van haar cv. Ik ben buitengewoon hoogleraar aan het Design and Innovation College van Dongji University in Shanghai, China. Ik leid het onderzoekslabo voor Sustainable Business and Cultural Bridge. Ik heb de voorbije jaren gewerkt voor verschillende bedrijven, regeringen en instellingen van verschillende groottes en uit verschillende landen. Ik heb altijd getracht om Design for All te introduceren op alle niveaus van de B2B, B2G of B2C implementatie. Projectie van drie relevante quotes. Aan het begin van de jaren 90, toen Design for All een topic werd in Europa, zei Paul Hogan: goed ontwerp faciliteert, slecht design compliceert. Als je daarbij stilstaat, zegt dat eigenlijk alles. Maar het is niet zo gemakkelijk om dat doel te bereiken. Het is erg relevant in een vakgebied waar ethiek, inclusie en diversiteit zo relevant zijn. Het is belangrijk om ook schoonheid niet te vergeten in de betekenis van voortreffelijke esthetiek. We zoeken vanuit ons vakmanschap en onze cultuur. Misschien zal ik het later vandaag nog hebben over het laatste idee op de dia. Diversiteit als rijkdom. Menselijke diversiteit is onze rijkdom. Ontwerpen is sociaal. Of je dat nu wil of niet, of je ervan bewust bent of niet. Wat je ook doet, je hebt een impact op de maatschappij. Dus vragen we voortreffelijkheid. We gaan eens kijken naar de uitdagingen die we kunnen aangaan, tot volle tevredenheid van iedereen. We kunnen een must-have voorstellen die voor iedereen fijn is. De beslissingsnemers creëren waarde voor de maatschappij. Dit is duurzame ontwikkeling voor zowel het milieu als de maatschappij. Hoe we relevant blijven in een markt met scherpe concurrentie. En hoe we technologische ontwikkelingen kunnen volgen of zelfs aanvoeren. Het maakt ook niet uit of je in high-tech of low-tech werkt. En het gaat over het aanspreken van verschillende domeinen. In B2B, B2C en B2G. Heel kort samengevat, een aantal concepten over Design for All. Het werd vastgelegd in de verklaring van Stockholm. Design for All als ontwerp voor diversiteit, inclusie en gelijkheid. Bij deze benadering leidt een ontwerpgestuurde benadering tot sociale innovatie. En dat helpt.
duurzame ontwikkeling. En dat helpt de ontwikkeling van ethische bedrijven. Het is ook een manier om de rijkdom van menselijke diversiteit te begrijpen, door design en de definitie daarvan, omdat het zo nauw verbonden is met de maatschappij. So much intertwined with the society. It needs to het moet de overlapping vinden tussen traditie, moderniteit, innovatie, cultuur en uitmuntendheid. Anders kan het niet slagen. It won't be successful. Ik wil ook nog zeggen dat sociale innovatie meer is dan uitmuntendheid. Het is ook een inkomen. En net daardoor kan sociale innovatie, wanneer het wordt doorgevoerd, zo'n impact hebben. Om een duidelijk visueel voorbeeld te geven, stel je een platform voor dat vanuit Design for All ontworpen werd. En op dit platform heeft iedereen die er gebruik van wil maken, die mogelijkheid. En op dit platform heeft iedereen die to enjoy what we are designing, feels enabled. En heeft iedereen het gevoel dat hij of zij naar tevredenheid kan deelnemen. This is the basic dat is de grondslag van Design for All. Platform where everybody een platform waar iedereen die daar wil zijn, er ook naar tevredenheid aan kan deelnemen. Een rechthoekig kader onderverdeeld in 18 hokjes in verschillende kleuren toont 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Design for All past erg goed binnen de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Om alternatieve scenario's te bouwen, creëren, co-creëren en mee te ontwerpen. Als we bijvoorbeeld kijken naar stedelijke interacties, is het erg interessant om te werken met een combinatie van deze niveaus. In de foto's die ik nu met je deel, zie je een van mijn projecten in Yamaguchi in Japan. De stad, een aantal stakeholders en studentenwetenschappen ontwerpen daar samen een aantal inclusieve stedelijke interacties. Met een sterke focus op interculturaliteit. Op deze foto's die ik nu laat zien, zie je een aantal infographics, tekeningen en ontwerpen die samenvatten hoe sociale duurzaamheid, het ontwerp en de implementatie van een milieuproject op het Chinese platteland kan verbeteren. Opnieuw een combinatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en een ontwerpbenadering die focust op menselijke diversiteit. De eerste vraag die ik wil stellen is, waar draait het om? In mijn ervaring helpt dat echt. De core business van je klant. Wat is die kernactiviteit? Is Design for All de core business van je klant? Of kan Design for All gebruikt worden als ontwerpbenadering van de business, service of het product? Ze zijn beide zeker interessant, maar er is wel een verschil. Op deze foto zie je bijvoorbeeld een groep poppen. Een aantal normale, typische poppen die iedereen misschien wel kent. Zoals Barbie of Bratz of Disney prinsessen. In het midden zie je een nieuwe pop. De Lemmeli pop, die bestaat nu 2 jaar. Het eerste opvallende verschil is dat Lemmeli, de pop in het midden, echte menselijke verhoudingen heeft.
In 2017 was het de enige pop op de markt die echt was, die op echte mensen leek, met normale trekken en normale lichaamsverhoudingen. Je kon de pop ook online aanpassen. Dus iedereen die dat wilde, kon deelnemen aan dit specifieke Design for All platform. Een pop dus, en je kon online gaan en een eigen pop ontwerpen, met het uiterlijk en de trekken, eigenschappen, kleren, de cultuur of de etniciteit die hij of zij het leukste vindt, of die hij of zij graag wilde combineren. In het geval van Lemely draait het om sociale innovatie. Er was een sterke wil en een push om een pop te bedenken die een patroon en een geschiedenis van een bepaald beeld zou doorbreken. Het zelfbeeld dat, zullen we zeggen, verstoord werd door poppen die niet representatief zijn. Op de volgende foto stel ik een nieuwe reeks Barbies van 2020 voor. Dit is de Fashionista-reeks. En ze hebben verschillende lichaamstypes, culturen, etniciteiten en verschillende handicaps. Dit is niet de core business van het bedrijf. Ik wilde dus echt deze twee voorbeelden gebruiken, die heel erg op elkaar lijken, maar toch zo verschillend zijn. En dat maakt ook een verschil voor het ontwerpproces. In one case or the other. This is a... Je ziet een advertentie voor een wereldbank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Met links de afbeelding van een Amerikaans bewakingsagent van goudstaven en rechts een Indische vrouw die water haalt bij een bron. Die gebruikt de verscheidenheid van menselijke diversiteit als troefkaart. Ze stellen dat je het belang van lokale kennis of over investeringen niet mag onderschatten. Ze gebruiken het onderschrift precious, kostbaar, bij verschillende foto's, één uit de VS en één uit India, waarmee ze aangeven dat cultuur business is, en business dus ook cultuur. Dus in een andere cultuur of een andere omgeving is er menselijke diversiteit. Ze zijn hier experts in, dus kunnen ze je echt helpen om je zaak te laten slagen. Het is een voorbeeld buiten de core business, dat wel erg belangrijk is en waar de kracht van menselijke diversiteit echt telt. Foto van drie dames van verschillende leeftijd in bikini en eronder dezelfde drie dames in feestkledij. We zien hier zwemkleding. Het bedrijf heet Swimsuits for All en de zwemkleding is ontworpen voor verschillende mensen met een verschillende lichaamsbouw en van verschillende leeftijden, zodat zij zich goed voelen. Zij zeggen bold, denk ik, dapper. Vol zelfvertrouwen en zodat zij van de zomer genieten. Dat is designed vooral als core business. Foto uit Vogue van ronde vorm vriendelijke rokken. Hier is het dienstverlening, V-Curvy van Vogue. Je kan online gaan en kijken bij de catwalks van het seizoen. Welke stukken het best passen bij jouw lichaamsvorm
en type. Would fit you best according to your body type and body shape. So dus in al deze voorbeelden zien we dat de trend is dat men afwijkt van een standaardmodel dat meestal niet bestaat of waar men moeilijk aan kan beantwoorden en ontwerpen te gebruiken om met plezier tegemoet te komen aan diversiteit en de verscheidenheid aan noden, vaardigheden en verwachtingen. We are seeing Ion, hier zien we Ion, het bekende horloge dat verschillende prijzen won. Dit is ontstaan als Designed for All object. Ik denk dat de meesten onder jullie het wel al kennen. Het is erg mooi, heel erg hip. En het is beschikbaar in verschillende kleuren, texturen en materialen. Het geeft de tijd weer, op een visuele en tactiele manier. Het deel van het ontwerp waarmee je de tijd kunt voelen, is hetzelfde als dat waarmee je de tijd visueel kunt aflezen. Which means that in this case the multisensorial. Dit multisensoriële ontwerp heeft dus één boodschap die voor beide kanalen op dezelfde manier verstuurd wordt. En dit zorgt voor een heel mooi gevoel van eenheid. Dus wat is dat? Denk even na. Dit is de tweede vraag. Vraag jezelf tijdens het ontwerpen af, wat ben je aan het ontwerpen? Dit is een voorbeeld. Ontwerp je toegang tot iets, tot een gebouw, een dienst, een systeem, tot een product of informatie? Ontwerp je toegang of ontwerp je vrijheid? Ze zijn allebei oké, allebei goed. Maar het is een andere benadering voor het antwoord dat je biedt aan de menselijke diversiteit. Als je ontwerpt om toegang te geven of om vrijheid te schenken. Foto van het operahuis in Oslo, dat als een enorme gletsjer in het fjord lijkt te glijden. Witte graniet, gecombineerd met Italiaans marmer, creëert de illusie van glinsterend ijs. Het schuine dak helt over het water als een grillig stuk ijs. Voor mij is het operagebouw in Oslo echt een ontwerp waarbij over diversiteit is nagedacht. Er werd te lang over gesproken en vrijheid is het sleutelwoord. Dit betekent ook dat je hier of daar, als je niet voorzichtig bent, dat er een ongelukje kan gebeuren. Maar dit is het concept vrijheid. En daarom stelde ik de vraag. Zorg dat je in de complexiteit van menselijke diversiteit de focus niet verliest op dat wat je wilt bereiken. Waarmee ga je ontwerpen? Stel dat je vrijheid wil ontwerpen. Wat doet je klant of je instelling? Dus waarmee ga je dat doen? Doe je dat met een campagne, een dienst, een product? Ontwerp je een nieuwe markt voor het bedrijf waarmee je samenwerkt? Ontwerp je coherentie omdat het daar misschien aan ontbreekt? Of misschien ontwerp je een nieuwe merkidentiteit? Foto van vier mollige dames die poseren in witte bikini. In this example, dit voorbeeld is een van de vorige Dove-campagnes, waar menselijke diversiteit in leeftijd, etniciteit, lichaamsbouw, cultuur,
in age, ethnicity, verschillende perspectieven op schoonheid en zelfzorg gekozen werd als het onderwerp van de campagne. To beauty and self-care has been chosen as the topic of the campaign. So the topic of the campaign. Dus het ontwerp van de campagne was. You are you. Jij bent jij. Jij bent een echt mens. Just feel en voel je gewoon goed in je vel en draag er zorg voor. There is no model. Er is geen model waaraan je moet voldoen. Je hoeft op niemand te lijken. Wees gewoon jezelf. Foto van een wegrestaurant Autogrill Future in de omgeving van Milaan. Het is avond, lichte alom. Wat meteen opvalt, is het 30 meter hoge dak dat eruit ziet als een vulkaan. Die schouw kleurt rood en draagt bovenaan het logo van Autogrill een sierlijke witte hoofdletter A. Nu gaan we naar het gebouw. A building. This is a restaurant. Dit is een wegrestaurant. It's a restaurant on the street. Dit internationaal bedrijf heet Autogrill en omvat verschillende merken. With many different brands and their specialty is. Hun specialiteit is catering. Restoration. En dienstverlening naast de weg, langs snelwegen, in stations, on the road, luchthavens stations, en zo verder. Highways, airports, so on and so forth. Zij besloten een gebouw neer te zetten dat een schoolvoorbeeld kon zijn voor duurzame ontwikkeling. Dus focusten ze heel sterk op circulaire economie en milieuduurzaamheid en design for all. As well as design for all. And what we en wat have we voor hen them, gedaan hebben, design wat design vooral betreft, part, het stuk sociale duurzaamheid, dat was niet alleen de toegang en de fijne toiletten voor iedereen. But really we hebben echt gekeken wat de vaardigheden, de noden en de verwachtingen zijn van mensen die moe zijn en die onderweg naar dat restaurant gaan. En hoe we de dienstverlening zo konden uittekenen dat iedereen zich er goed bij voelde. Was making everybody comfortable. So it is not dus gaat het niet alleen over de ruimtes, de architectuur, spaces, de voorwerpen en de omgeving. And the objects and the het gaat ook over hoe het personeel wordt opgeleid, how you train hoe de handelingen elkaar opvolgen die iemand moet doen als hij of zij de winkel binnengaat. The sequence of the actions en die iets wil kiezen en dan kopen. Gets inside the shop and wants to first choose and then purchase something. Lactalis, again, Lactalis, quite big group, opnieuw een vrij grote groep, gebruikte Design for All voor een aantal verpakkingen. Packaging. We are running out of we time. Hebben weinig tijd. En ik wilde echt een bepaalde dia over menselijke diversiteit tonen. To go to one slide on human diversity. Het toestel doet denken aan een zonnebank, maar heeft de vorm van een iglo zonder voor- en achterzijde, met brede geperforeerde metalen wanden. This last product het laatste product is een medisch toestel voor een Chinees bedrijf. Dit Chinese bedrijf was zich niet echt bewust van Design for All als concept. Was not really aware of Design for All as a concept. But en zij mikte vooral op senioren. The target of silver market. The target was the silver market. And, ze mikte op senioren en ze vroegen ons. We want to expand the market. We willen uitbreiden. We willen tegemoetkomen aan de verwachtingen van nieuwe markten, zoals jonge kaderleden bijvoorbeeld. Markets such as young white collars. But we are afraid maar we zijn bang dat als we iets heel abrupts doen, dat we dan onze doelgroep verliezen. So please, dus doe alsjeblieft iets dat verschillende mensen van verschillende leeftijden aanspreekt. Different people from different walk of life.
And maak het toestel simpel en gebruiksvriendelijk, toegankelijk en gemakkelijk om te gebruiken, te ervaren en te bedienen. And to control. They basically asked ze vroegen eigenlijk marktargumenten voor een design for all toestel. A design for all machine. And, en dat vond ik erg very inspirerend. For me. I would like ik wil nu afronden, maar op een ander moment I would be deel ik graag nog meer voorbeelden met jullie. Share with you other examples of products, voorbeelden van projecten, and, diensten systems. En systemen. I would like to, ik wil graag een aantal perspectieven op de menselijke diversiteit delen. Some approaches on human diversity. When you try wanneer je ontwerpt voor menselijke diversiteit, focus je dan op de grensgebruiker? Of ontwerp je dan een ervaring die zoveel mogelijk faciliteert? Meestal heb je beide. Wanneer je design for all slaagt. Maar doorgaans begin je met één van de twee. Start with one of the two. Naar gelang de situatie, wat de klant vraagt, what the clients ask, how en wat de achtergrond the background is van het ontwerp. Of the designer is. And it en het was, is moeilijk om van het ene naar het andere te gaan. To go from one to the other. So, dus je moet jezelf altijd afvragen, wie is het doelpubliek? Wie zijn de all, de iedereen? You van can wie je say hoopt they really dat wish zij van je ontwerp kunnen genieten. And think denk about daar that eerst over na. First. En probeer dan and te ontwerpen met zo'n breed doelpubliek in gedachten. With that kind of very broad target in mind. And, en ga dan pas naar de to grensgebruiker. Want het is door die grensgebruiker dat je de maximaal faciliterende ervaring controleert die je ontworpen hebt. 15 figuren die mensen uitbeelden van verschillende leeftijd en afkomst, van klein tot groot, met of zonder handicap, passen op de brede groene band in het midden van het scherm en waarvan het pijluiteinde naar links gericht is op het standaardmodel. Onderaan de tekst: we zijn allemaal verschillend en we willen kiezen wat voor ons gemaakt is, onze bekwaamheden, noden en verwachtingen. This is, dit is een fijne manier om menselijke diversiteit weer te geven en het is veel levendiger en krachtiger dan een norm die je nooit geeft wat de rijkdom van menselijke diversiteit je kan bieden. What the richness of human diversity can give you. The way for een manier om vanuit Design for All menselijke diversiteit te begrijpen is te kijken naar individuen en hun vaardigheden, noden en verwachtingen te analyseren. Which are the door deze met hun waardeketens op te lijnen. Om dit concept snel samen te vatten. So. Er komt een figuurtje tevoorschijn met rondom zich een bril, een balpen, een helm, een pet, een das, een brieventas, crocs en een geel hesje. Onderaan verschijnt een band met de waardeketen. Iedereen heeft of zal een andere rol hebben in verschillende waardeketens, afhankelijk van de fase van de dag of van zijn leven. According to the phase of his day or of hebben we het over een werkomgeving, different value chains. Een schoolomgeving, so, are we talking een gezinsomgeving, een vriendenomgeving, familie, a working environment, a naar gelang waar je bent als gebruiker en je rol op die plaats. Environment, friendly environment, family. According to where you ben je are de leerkracht as an of de student and
Ben je de koper of de winkelbediende, are you de bezorger? Teacher, are you the student, are ben you jij the de stuitgiettechnicus in de fabriek? Are you the of ben je de manager? Are you the delivery ben je de boy? Persoon die are iets you the weggooit? Technician of the molding inside the factory? Are you the manager? Naar gelang wie je bent en wat je rol is op dat moment, veranderen je vaardigheden, noden en verwachtingen. Who you are and what is your role. Wij zijn your niet alleen allemaal verschillend, maar ieder van ons is ook verschillend, so afhankelijk van de situatie, but de waardenketen en de rol die je in die waardenketen inneemt. The situation or the value chain and the role that we have in the value chain. I had prepared some. Ik had een aantal dia's voorbereid over multisensorialiteit en hoe je daaraan tegemoet komt met multisensorieel design en cognitieve analyse. And cognitive analysis to complex. Als taal voor iedereen voor complexe thema's. But maar de tijd is nu echt om. Out of time. So, for the, dus voor de volgende keer. For the next time. I will close with this. Ik sluit af met een kleine tip. Er worden twee kaders geprojecteerd. Het rechtse kader toont hoeveel gebruikers het ontwerp product-dienstcombinatie viseert, weergegeven door een groot aantal cirkeltjes. Maar er uiteindelijk in het kader links maar weinig bereikt. Daar worden de relevante met de vereiste eigenschappen voorgesteld door 5 groene stippen, de niet-relevante door 16 blauwe. When you are designing... Als je ontwerpt voor menselijke diversiteit, en je hebt beslist of er werd gezegd wie je doelpubliek is, hoe je doelpubliek is samengesteld, dan ken je het ecosysteem al waarbinnen je ontwerp gaat leven. En het ecosysteem waarbinnen je doelpubliek je ontwerp gaat gebruiken. Experience your design. Your design je ontwerp is, holistisch gezien, een organisme van elementen en verbanden. En elk element en elk verband van je ontwerp is rechtstreeks gelinkt aan de vaardigheden, noden en verwachtingen van je doelpubliek. Denk eraan dat niet elke eigenschap van je doelpubliek relevant is voor je ontwerp. Dus ik stel voor dat je een klein schema opstelt waar je de eigenschappen van je doelpubliek samenbrengt. Where you can cluster the characteristics of your target that you feel are in a strong relationship with waarvan je denkt dat ze nauw verbonden zijn met de eigenschappen, prestaties, doelen, elementen en verbanden van het organisme dat je ontwerp is. En focus alleen daarop, op dat verband. Dat zal je helpen om een niet-discriminerende manier te vinden voor inclusie. A way for inclusion that is not discriminatory. So you will zo vermijd je een willekeurig groeperen van boven naar beneden, voor en niet met. You will avoid je vermijdt zo dat je inclusief probeert te zijn, to be inclusive and maar dat je uiteindelijk toch discrimineert. And on the other, aan de andere kant toont het project de kritieke problemen in het maximaal faciliteren, omdat je focust op de relatie tussen je doelpubliek en je ontwerp. En niet op alle eigenschappen die je doelpubliek definiëren. Alleen op die elementen van je doelpubliek die direct gelinkt zijn aan je ontwerp. Linked with your design.
Ik wilde jullie bedanken voor jullie aandacht en tijd. Mijn e-mail is mijn naam. E-mail. April@aprildesign.com. Dank je wel. Tot ziens. Bye.